Met de man die belangrijk was in de verdediging bij RBC. Mark Hellemons. Huh? Mark Hellemons? Blond haar? Dit moet een vergissing zijn, want we hebben het hier gewoon over Erik Hellemons uit Kruisland. Een gewone voetballer bij een gewone club uit een gewone volkswijk. Ook aanvoerder Erik Hellemons speelde een prima seizoen. Scoorde af en toe een doelpuntje, maar schakelde vooral de gevaarlijkste spitsen in de eerste divisie. Mister RBC, die van 1988 tot 2005 linksback stond in een verder gewoon elftal. Erik was nuchter. Nou, sterker nog, hij was eigenlijk altijd dronken van gewoonheid. Als je de wedstrijd erna komt, is je pakt ook gewoon nog terecht. Ik denk gewoon terecht in die pool gewoon de winnaar zijn. Erik had niks met grote voetballers. Pierre van der Hooydonk vanmiddag in het oranje shirt. Nog voordat hij zijn rentree maakt bij NAC. Dat is wel iets aparts, hè? Ja, dat is zeker apart. En ik moet zeggen, ik vind het ook heel erg leuk dat hij komt. En dat geldt niet alleen voor Pierre, omdat Pierre nou toevallig een bekende naam is of zo, of wat dan ook. Maar ook de jongens die bij RBC in de tijd hebben gevoetbald, dat het allemaal wat minder was bij de club. Dus anonieme jongens, zeg maar. Dat je die ook weer een keer kunt zien. Dus ja, dat is gewoon geweldig. Dat is gewoon hartstikke leuk. En bij zijn afscheid schoot hij, hoe kan het ook anders, de bal in de kruising. Maar een aantal jaar later, toen het doek viel voor zijn club, droeg hij het kruis op zijn schouders. Ja, dat komt dat bij mij in ieder geval heel erg hard binnen. En bleef hij oog hebben voor de gewone man. Er waren al een paar mensen gesproken die al misschien wel 40, 45 jaar lang bij de club aanwezig zijn als vrijwillig. Omdat hun hart en zaligheid altijd alles gedaan hebben voor de club. Ja, goed, dat was heel erg triest om te zien hoe mensen daar op reageren en mee omgaan. Dat is gewoon pure emotie. Erik was gewoon Erik. En hij was RBC. En daarom verdient Erik Hellemons voor altijd gewoon een staande ovatie.